Met een prachtige wedstrijd van de Three Nations mogen gaan verrijden. Daar is Keindel Laura Schakenraad. Voor de FCC Los Kim Richters. Nogmaals voor de Leurste Mandy Spierings. Voor de Wheels Joni van den Einde. Kent u het allemaal nog, dames en heren? Voor Pure BMX Lizzie van Schijndel. En CC Nijkerk Noordwestra. Voor de Weijrijders van Tiel Melanie Brom. En last but not least voor de Spijkroos in Zuid-Beijerland Yvette de Waard. Ah, gelukkig. We zijn vroeger met de A-finale van deze rappe dames. Goede start daar van Spierings verschijnt. Maar ook Yvette de Waard is goed weg. En wie is het beste weg? Ah, Spierings die komt er ongelukkig te ver bij de eerste beeld. En voor haar is het over en uit dus. Yvette de Waard daar als eerste de bocht in. Lizzie verschijnt als er vlakbij. Maar die moet voorlopig genoeg alleen met een derde plaats. Want er is een dame tussen geschoven. Het is de Waard die aan de leiding. Die komt van Schijndel toch weer terug hoor. Het is een nummer 1. Lizzie verschijnt die naar de tweede plaats heeft teruggepakt. En er is 151 die terug geweest in de plaats. Het is Leon Jongenaar uit Rotiel. En daarachter is het dan de 157 op de vierde plaats. Laura Schakendraad voor de eerste. Helemaal voorin is het Laura de Waard. Of Yvette de Waard moet ik natuurlijk zeggen. Yvette de Waard, de spijkerrosser uit Oud-Beijerland. Zij hier in leidende positie. Zij steekt af op een overwinning. Het ziet eruit dat ik in de pak inderdaad. Yvette de Waard pakt de winst hier in de goals. Van 11-12. Vervolgens is het de Schijndel. En de dame van de Leidrijders op Tiel. Melanie Brun op de 3.